eventjes kort uitleggen. Het al dan niet belang van de mondmaskers. De meningen zijn nogal verdeeld. Nu, ik zelf ben verpleegkundige, heb 10 jaar in het OK gestaan. Dus qua mondmaskers, persoonlijk, ik zou ze wel dragen, eerlijk gezegd. We hebben ook gezien bij ons in de praktijk, we zijn van gisteren ook definitief gesloten. Maar daarvoor waren we dus nog open. En toen zeiden we al tegen de mensen van jullie moeten een mondmasker dragen. Bij het binnenkomen moesten ze de handen gaan desinfecteren met een desinfecterende gel, uiteraard. En een mondmasker aandoen. Maar mensen weten eigenlijk totaal niet hoe dan ze moeten aandoen. Dus, kort even snel uitleggen. Een mondmasker zit er altijd een versteviging in. De bedoeling is dat je deze op je neus zet. En dan achter je oren aanbrengt en aan de kin goed naar beneden trekt. Zodanig dat er echt wel een barrière is en dat alles zoveel mogelijk toe zit. Zijn dit goede maskers om in een ziekenhuis of intensieve zorg een COVID-besmette patiënt te gaan verzorgen? Nee, absoluut niet. Hè? Totaal niet. Dat zijn geen goede maskers daarvoor. Zijn die goed om onszelf, de gezonde mens, te gaan beschermen en onszelf eigenlijk iets sneller besmet te laten raken? Daar ben ik bijna 100% van overtuigd. Wat zegt de overheid? We moeten 1,5 meter afstand houden van de mensen. We moeten ook, als we moeten niezen, in onze elleboogplooi niezen of in een zakdoek en die onmiddellijk weggooien. Oké, maar het coronavirus, we weten er nog heel weinig van. Het zou dus ook een broertje of een zusje van de SARS zijn, maar het is een virus. En het virus kan zich verspreiden via speekseldruppeltjes in de lucht. Dus als je niest, zijn dat miljoenen speekseldruppeltjes. Als dat iemand is die besmet is, kan die potentieel vele andere mensen gaan besmetten. Het zou ook op oppervlakte kunnen overleven. Daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. En dat is ook echt wel iets voor de virologen. Daar ga ik me zeker niet in mengen. Maar als het overleeft op oppervlakte, dan is het niet slecht dat we toch een mondmasker aandoen. Want een mondmasker is en blijft een barrière. Stel nu, we gaan winkelen en we komen aan het rekken. Iemand niest en al die partikeltjes in de lucht. Oké, goed. Als we dit aan hebben, gaan we eigenlijk al minder van die gecontamineerde, besmette lucht gaan inademen. Omdat er, logisch, een barrière is. Nu, als die barrière zo zit, of die barrière zit zo, ja, sorry, het heeft geen zin, hè. Ofwel doe je het goed aan, ofwel doe je het niet aan. Simpel. Dus je drukt het aan je neus en je zorgt dat alles mooi dicht zit. Waarom is het nog een barrière? Stel, iemand komt aan de winkelkar, hebt geen ontsmetting bij en jij komt er ook aan. Maar die persoon, het virus, zit op die winkelkar. Dus we pakken de winkelkar vast, we gaan lopen en dan, stel we zijn zonder masker, oei, mijn neus jeukt of god, het gelijk iets in mijn mond, dan zit mijn vingers in uw mond of gewrijft in uw ogen. Het virus kan doorgegeven worden via de mucosa. Mond, neus, ogen, allemaal plaatsen waar dat eigenlijk binnen kan komen in ons lichaam. Als we dit al hebben en we komen aan de winkelkar en onze handen zouden besmet zijn met COVID-19 en we hebben jeuk aan onze neus, dan zit er een barrière tussen. Dus dit zal er wel voor zorgen, zeker als we het allemaal dragen. Als het één persoon gaat dragen, ja, dan is het... Het is altijd beter dat je het met twee draagt, sowieso. Want de persoon die potentieel besmet is en die niest, dan is het ook al een barrière. Dus het gaat sowieso minder spreiding geven. Dit zijn ook de maskers die we dragen in het OK als we mensen gaan opereren. Nu, het verschil is met deze maskers, dus heb terug ook, meestal heeft dat een gekleurde kant. Het is blauw of groen meestal. Je doet altijd de gekleurde kant naar de buitenzijde of de kant, soms is er hier ook een plastic folie eigenlijk voor operaties die langer duren, omdat bepaalde maskers, ja, na enige tijd, je zit daar continu in te ademen. Dus dat wil zeggen dat die maskers ook verzadigd geraken. Na, als je in- en uitademt, daar zit er heel veel vocht in en om een duur wordt dat verzadigd. Dus voor sommigen ga je dat eigenlijk ook mijn plastic folie gaan beschermen. Maar voor ons is dat eigenlijk allemaal niet zo nodig. Dat is goed voor op intensieven en zo. Wat zie je aan dat masker? Je kan dat echt ontzettend aanspannen. Hier kan je dat aanspannen, hier kan je dat aanspannen en hier. Ik heb zelf 10 jaar geassisteerd in het OK, dus ik heb jaren die maskers moeten dragen. In het begin is dat heel onaangenaam. Waarom? Je hebt het gevoel dat je niet veel zuurstof krijgt. Maar dat is even. Daarna word je dat wel gewoon. Zou ik deze maskers dragen als ik naar buiten ga? Eigenlijk wel. Natuurlijk, als ik ga wandelen met mijn dochter, dat is iets anders. Maar als ik naar de winkel ga of als ik potentieel tussen veel mensen sta, dan vind ik het eigenlijk niet slecht dat we dit allemaal zouden dragen. Gaat het ons 100% beschermen? Absoluut niet.
Maar zijn we potentieel minder snel besmet of is het risico op doorgeven minder? Daar ben ik bijna 100% van overtuigd. Dus waarom zouden we het niet dragen als we er toch hebben? Dan hebben we ontsmetting. Deze is, dacht ik, momenteel uitverkocht, want ik kon ze zelf ook niet meer bestellen. Belangrijk is dat we goede handontsmetting hebben. Want als mensen op oppervlakte niezen, we weten nu dat het misschien ook op bepaalde oppervlakten blijft leven en op sommige oppervlakten ook langer dan op andere oppervlakten. Stel, je hebt geen masker aan. Ik ga nu eventjes gaan zo even zo los doen. Stel, je hebt geen masker aan en iemand is besmet en de viruspartikels liggen op een oppervlak en jij komt eraan en nu doe je dit. Ik kan nu al potentieel besmet zijn. Als deze barrière er is, gaat dat risico minder zijn. Het zou ook aan de ogen kunnen. Het virus kan zich ook via de ogen blijkbaar. Mogelijk kan je daar ook besmet raken, dus misschien moet je ook maar gewoon een bril aan doen. Waarom? Omdat we niet altijd, mensen staan er niet bij stil, maar je komt zoveel met je handen aan verschillende dingen. Dus het is echt wel belangrijk om je handen te gaan ontsmetten. Maar je kunt natuurlijk moeilijk constant je handen continu gaan ontsmetten, want dan maakt je huidbarrière ook compleet kapot. Dat is ook niet zo goed. Dus als je de handen ontsmet, één keer pompen is meestal voldoende, gaan we goed wrijven. Je gaat ook de achterkant van de handen meepakken. En dan kan je echt goed tussen de vingers gaan en goed aan de nagels. Neem de polsen maar mee. Tot wanneer dat je voelt dat de gel begint te drogen. Meestal zit er daar redelijk wat alcohol in. Dan ga je ook voelen dat die... Ja, je voelt het eigenlijk een beetje verdampen op je huid. Dus dat is wel allemaal heel erg belangrijk. Het is gewoon zo, mensen, als je op oppervlakte komt, zij voorzichtig. Deze twee kunnen heel veel doorgeven. Dat wil zeggen, als we ergens aankomen, zijt er u van bewust, zonder dat we het weten, zitten we 10 keer per dag in onze ogen te wrijven, komen we 20 keer aan onze neus en zitten we 10 keer met onze handen in onze mond. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat is nu hetgeen dat we net even moeten voorkomen. Dus met dat mondmasker heb je die barrière. Vandaar dat ik het toch wel belangrijk vind om een mondmasker aan te doen. Als je geen mondmaskers kan kopen, maak er gewoon zelf een. We hebben tijd. Je kunt dat zelf naaien en maken. Het is een barrière. Als ik nu potentieel besmet ben en ik wil aan mijn mond zitten, kan er eigenlijk niet aan. Dus ik weet dan van, ah, oei. Of ik wil aan mijn neus zitten. Voilà. Barrière, barrière, barrière. Als jullie vragen hebben, stuur deze gerust. Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf. In deze tijden dat we allemaal moeten thuis zitten en binnenblijven, zoveel mogelijk, blijf in uw kot, sowieso. Maar misschien is het een goede periode om een keer na te denken van, wat willen we doen in ons leven? Ben ik goed bezig? Misschien moet ik toch een stapje achteruit doen. Een keer quality time met de kinderen, want ook bij mij zijn de kinderen bij mij. Ik wil de grootouders zeker niet belasten nu op dit moment. En ik wil ook zorgen voor die mensen. Ja, samen staan we sterk. En ik hoop ook voor alle zelfstandigen, waaronder wij ook natuurlijk vallen, is dat de mensen achteraf echt wel terug bij ons komen. En dat we jullie terug met open armen, misschien nog altijd op een bepaalde afstand kunnen ontvangen. Ik hoop dat deze video een beetje duidelijkheid gebracht heeft voor jullie. Dus sowieso, doe gewoon misschien toch een mondmaskertje aan. Al is het maar om ervoor te zorgen dat je met je handen niet constant aan je neus of aan je mond komt. En ook niet aan je ogen. Ontsmet je gsm, ontsmet je computer, ontsmet je keukenblad. Zorg ervoor dat de kindjes hun handen ook af en toe een keer desinfecteren. En zorg vooral voor elkaar. Good luck en stay safe. Well then, why?